Hallo dag allemaal, dit is Patrick de Meijer, november 2020. Lang over nagedacht, maar het besluit is genomen. Het is de bedoeling van met jullie een aantal sketches te sharen. Die zullen opgevoerd worden. Waarschijnlijk niet zo publiek, want er zullen dingen moeten gecensureerd worden en dat... Zolang dat mogelijk is, mag dat liever niet. Dus dit zullen wel min of meer ergens underground filmpjes worden. Maar toch, het is mijn bedoeling van dus sketches te doen. Met verhaaltjes. Verzonnen verhaaltjes. Waarin stukjes zitten uit mijn eigen leven en zo. Eén ding is wel even te vertellen. Dat moet iedereen goed weten, die sketches. Niemand... wordt daarin genoemd, ook bijvoorbeeld, nog goede figuren, nog minder goede figuren. Mensen zullen zich misschien aangesproken voelen door bepaalde sketches of als persoon. Whatever. Het enige wat hierover te vertellen is, is dit moest gebeuren. Want die sketches zijn een uitlaat voor mij voor bepaalde dingen die gebeuren in mijn leven. Ervaringen die opgedaan worden door mij momenteel, vroeger, maar ook echt nu. En het idee is mij de laatste tijd gewoon stilaan beginnen opkomen van, misschien zijn er wel mensen die zich een beetje in dezelfde positie voelen en misschien kunnen zij zich terugvinden in deze sketches, misschien vinden ze sommige dingen grappig, misschien kunnen ze zich identificeren met situaties, whatever. Ook al spreekt dit niemand aan. Het was nooit de bedoeling van iemand rechtstreeks te offenderen, maar er is een intuïtie, er is een voorgevoel dat deze filmpjes misschien wel iets zullen betekenen voor iemand. De ene zal ook al wat beter zijn dan de andere. Dat is zoals in het menselijk leven, de ene dag is al wat beter dan de andere. Het is een alternatieve manier om te communiceren momenteel, maar... blijven communiceren is de boodschap. Blijven gedachten uitwisselen. Onze emoties blijven tonen. Er ook over blijven praten. Vaak zijn het combinaties van een voorgeschreven actje. Gecombineerd met dus totale improvisaties on the spot. Het kan boeiend zijn. Soms kan je ook helemaal door de mand gaan vallen. Moet je alles hebben beginnen, want spontaniteit is wel het woord voor die clipjes. Als die er niet is, dan wordt het zelfs niet gebruikt. Dit lichaam heeft ook in drie nachten heel weinig geslapen, dus het ziet er werkelijk, kijk eens naar die ogen. Hoe afgetakeld is dit? En dit is niet van alcohol of zware doop of zo. Dit is gewoon een beetje gebrek aan... zelfverzorging waarschijnlijk. Hè? November 2020. Ken je het getal 461? Wat vind je daarvan? Vind je dat veel? Weinig. Wat vind je daarvan? Het getal 461. 4, 6, 1. Wel. Over 461 weken is mijn dochtertje meerderjarig. En ondertussen kunnen jullie allemaal oude verlepte teven worden. Underground kortfilms met Patrick de Meijer. Moet ik anders niet wat komen helpen, hè? Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Bepaalde verwerkingsprocessen vallen me nogal zwaar. Ook op het seksuele gebied, dat zal u wel merken. Forgive me. Niet gechoqueerd zijn. Het is eigenlijk allemaal niet waar. Zou je niet een beetje afkuisen en druk nog magere melk voor je benen? Moet ik anders niet wat komen helpen, hè? 7 jaar, elke ochtend met mijn dochtertje naar school geweest. Hoe dikwijls heb jij dat gedaan? Kort filmpjes, zo kan iedereen.
mij een beetje beter leren kennen, alright? Die gek daar. Belgium, this is Belgium, fatal error. Die crazy motherfucker. Nee, motherfunker. That's what it is. Hé, hey, hoe is het? Is hij even groot? Gaat hij even diep? En wacht hij ook tot jij gekomen bent eerst? Likt hij je elke dag weer trouw opnieuw, tot je uiteindelijk altijd weer klaarkomt? Fucking biatjes. Mijn kop doet de groeten aan de hals, de baarmoederhals. Maar ik kan er niet wat komen helpen, hè? Fucking biatje. Laten we, alsjeblieft, mensen, levende op moeder aarde, laten we toch alsjeblieft elkaar graag zien. Hallo, kort filmpjes met Patrick. Moet kunnen. Kijk, dit is zo'n leuke spiegel, ik kan er mee bewegen en dat is zo'n beetje flashy, weet ik. Het licht weer kaatst zo'n beetje. Ja, een beetje huishoudelijke taken, verzorgingstaken. Er zit daar een synthesizerist te spelen in de living. Die werkt op mijn systeem, maar die stopt wel. Na 2 minuten begint het hem zelf wel tegen te steken. Mesjes, water. Ja, je hebt me dat zoveel zien doen, schat, vroeger. Hè? Misschien te weinig. Misschien was ik te veel een harig monster, hè? Maar we hebben toch ook leuke momenten gehad, schat. Weet je nog? Kom aan. We moeten niet altijd aan het slechte denken. Trouwens, goed en slecht bestaat niet. Toen we samen bijvoorbeeld lekker vreden. Ja, seksualiteit is altijd belangrijk geweest voor mij. Nu nog een beetje, maar gelukkig al wat minder. Samen vrijen, samen komen. Dat was lekker samen komen. Jij eerst komen, dan liet je mij komen. Meestal jij eerst, hè. Ja, dit is toch iets gemeen. Het gaat over komen en gaan. Trouwens, dat is de bedoeling van die baard te doen. Komen en gaan. Nu ben je gegaan, maar kom je nog, schat? Hier kom je niet meer. Maar, ik ga ook niet meer, hoor. Ik kom wel. Ik kom zelf wel. Ik hoef niet te gaan om te komen. Jij bent gegaan. En ik hoop dat je komt. Voldoende komt om een bevredigend leven te kunnen leiden, meisje. De baard. Ja, en dat schijnt de man zou wel een beetje hoffelijker mogen zijn. Want als we dan toch praten over komen en gaan en zo. Als een vrouw kan komen, laat ze dan komen. Zijn wij hoffelijk genoeg in bed? Zijn we niet een beetje te egoïstisch in bed? Een beetje ongeduldig soms. Wat is dat, egoïstisch zijn in bed? Die een beetje ongeduldig zijn? Een beetje te weinig met je partner bezig zijn. Als je vrijt met iemand, dan vrijt je natuurlijk niet alleen, hè. Met je zelfcontrole kan geen kwaad. En mijn ervaring is, als je vrijt met de persoon die je graag ziet, dan is het vaak toch mijn diepe intentie om er iets goeds van te bakken. Of vind je van mijn face? Heeft ook wel iets. Straks hangt mijn lip open, wedden. Kortfilms. Komen. Wat is daar nu moeilijk aan? Komen. Man komt op 3 minuten. En een vrouw? Nou, voor een vrouw is het leuk om te komen. Want sommige mannen moeten wel voorzichtig zijn, opletten, want als we hun vrouw niet genoeg laten komen, dan zal ze misschien wel gaan. Op een ander of zo, waar ze denkt wel te komen. Misschien toch beter aan die baard verder doen.
Ja, het is niet mogelijk geweest voor mij om lang naar school te gaan. Sommige mensen gaan flagrante fouten meemaken in mijn kort filmpje. Sorry daarvoor. Edit ze, verbeter ze. Laten we iets leren van elkaars fouten, maar... Mijn bewustzijn is ervan overtuigd dat mijn verstand heel gelimiteerd is. So, sorry for the mistakes I make. Soortgenoot Mammel. Ja, de ene had al wat meer discipline dan de andere op school. En zoals mijn ex-vriend zei, je kan enkel gebruiken wat je meegekregen hebt. En wat je meekrijgt, daar heb je vaak zelf niet in de... Hand, ik heb het in de hand, wat heb ik het dan in de hand? Het is moeilijk om een snor helemaal weg te krijgen, omdat er geen voldoende tanden zijn om... Tegen mijn scheermesje zakt als het ware in mijn vlees weg. You only live once, they say. You only live once. You only live once, they say. You only live once. You only live once, they say. You only live once. You only live once. You only live once. Peter W. Hogan. We only live once, don't we? We only live once. We only live O-N-C-E. Zacht in de ogen kijken. Knuf je even. Iets aanhaald zeggen. En gaan voor de toekomst. Voor een lange toekomst. Is het eventueel mogelijk voor onze brains te gebruiken? Laten we zeggen 50-50. 50% brains. Maar dan wel. Echt alle 50. En die andere 50, dat we die houden voor onze menselijke warmte. De liefde die we aan elkaar kunnen geven. Het respect. De empathie, het medeleven. De spijt soms. Het anticiperend beschermen van elkaar. Missen we elkaar. Het blij zijn om bij elkaar te zijn. En elkaar nog een kusje geven. En nog een kneepje in het handje. En samen recht vooruit kijken. En gaan voor de toekomst. Was ik niet beter naar het seminar geweest. Ja, wat is de tijd? 1988 zo. Goh, dat is nu 32 jaar geleden. Het geheugen heeft zijn beperkingen en de kwaliteit van ons geheugen gaat er met de jaren ook niet op vooruit. Zoals u ook ziet, de kwaliteit van mijn gebit ook niet. Het is te hopen dat dit een beetje beter is nu. We gingen in 88 regelmatig eens snel met de auto naar Dordrecht in een café. Eén of twee keer is dat gebeurd.
waar mensen aan het biljarten waren. En weet je, dat is snel meeproeven van een sticky. Dat kan allemaal in Nederland. En dan zo ga je als een harnaal terug naar België. En wat nog heel duidelijk in mijn herinneringen zit, was dat we toen zo paranoid waren van dat stikkietje, dat we rond onze auto aan het lopen waren. Net toen we de douanes gingen passeren, stopten we en we gingen beide rond die auto gaan lopen. Laat ons zeggen dat we nogal impulsief waren. We kregen wat in onze gedachten en we deden het gewoon. En, we gingen vaak gaan drinken in Dendermonde. In het centrum, op de Grote Markt, was er een café en dat café heette Choice. Misschien is het er nog, zou kunnen. Daar zijn er leuke uurtjes beleefd en er is veel gebrainstormd over wat gaan we nu doen, wat soort muziek gaan we maken. We zijn daarbij gaan drinken midden in de New Beat periode. Zo, ja, toch wel. Dat wil zeggen dat we onze eerste clubplaat gemaakt hebben, eind 87, Invisible Sensuality, 1099. En vanaf dan zijn we regelmatig gaan drinken, wij met ons tweetjes, alle twee van dezelfde stad, dezelfde geboortestad. In Dendermonde, in de Choice, heel veel, gewoon ja, praten, muziek bespreken, wat er gebeurt in het muziek midden. Wat we gingen doen, hoe we gingen scoren. Ja, we waren twee jongens. Ja, hij was al 6-7 jaar ouder dan mij. Ook master in filosofie. Hij heeft me waarschijnlijk heel veel bijgebracht. Maar op die leeftijd, in 87, 23 jaar. Je moest mij gezien hebben, het was dus één brok wilde, ongepolijste, spontane energie. Luidruchtig en hoe meer duvels wij dronken in de Choice, in Dendermonde, hoe duidelijker mijn doel werd en hoe luider het ook werd. Hè. Mijn ex-vrouw is vaak minder aangenaam geweest toen ik goed zat van de duivel en van de wilde plannen in mijn hoofd, zatte plannen in mijn hoofd, samen met hem gemaakt. Hoekje om, thuis kwam, blaar, in het bed wankelen. Bestandendaags afvragen van wat, of telefoneren naar hem, wat hadden wij weer besproken juist? Ah, schiet me hier een scheutmigraine in het hoofd. En zo mensen met zoveel herinneringen kunnen wij nog veel kort filmpjes maken. Love you, kusje. Hallo, kort filmpjes met Patrick. Hoe is het met jou? Zit jij ook al in? Het is mijn bedoeling, proberen oogcontact met jou te krijgen. Lukt dat? Oogcontact met mij. Heb je oogcontact met mij? Je hoort me in ieder geval al, maar... Met die smartphones, het is echt wel oefenen om, kijk, ja, kijk nu is het mogelijk om in mijn eigen ogen te kijken. In any ways, hoe is het met jou, hè? Het zijn nogal tijden, hè, zeg. Hè? Het is tof dat je eens bij mij komt. Tof dat je eens langskomt. Omgekeerd gaat niet, hè. Nou, wie ben jij? Je kan eender wie zijn, je kijkt nu naar mij. Het is niet mogelijk voor mij om bij jou te zijn, maar goed. Sociaal en extravert als we zijn, is het fijn dat jij nu naar mij kijkt en mij volgt. Misschien zit jij in een situatie nu die vergelijkbaar is, alleen ook, of niet alleen. Misschien lach je mij uit, misschien voel je met me mee. Misschien voel je niets, misschien voel je iets. Dit is Vlaanderen, België. Niet zo heel ver van de zee, 100 kilometer. West-Europa, hè. Vlaanderen, Aalst zelfs. Dit is mijn humble optrekje. Super slordig, maar heel bewust slordig. Het is al 10 keer mogelijk geweest om hier op te ruimen. Komt geen kat hier? Ja, toch wel.
Mijn zoontje is even geweest, maar die was heel snel. En trouwens, die heeft al heel wat andere worst case scenario's gezien dan dit. Hè. Maar goed, terwijl je nu toch met mij bent, neem je iets om te drinken. Ja, je mag ook kijken hoe het in mijn ruimte dus gesteld is. Als je naar vorige films kijkt, dan ga je vaak diezelfde ruimte terugzien. Dus voel je thuis. Hier is het wat donker in deze hoek, maar hier is het wel mogelijk om even een verhaaltje te vertellen. Vroeger, in het, de tweede helft van de jaren 80, deden wij veel muziek. En we begonnen plaatjes te maken en zo. En die zijn heel succesvol geworden. Worldwide zelfs. Dansplaatjes voor discotheken. We gaan nu even geen namen noemen, dat komt nog wel genoeg aan bod. Maar met elektronische geluiden, een microfoon om wat zang op te nemen, of heel eventueel een instrument, maar toch. Elektronische geluiden deden we in de jaren 80 al. En ook niet van dure instrumenten, eigenlijk goedkoop materiaal. En toen zijn we dus met dance begonnen. Men heeft het allerhande namen genoemd, maar wat gebruikten wij? Dus elektronisch materiaal. Elektrisch en elektronisch materiaal. We namen dat op en nu is het nog steeds hetzelfde. Kijk eens nog eens mee. Dit is dus een setup. Dit zijn bijvoorbeeld luidsprekertjes van 12 euro. Dit is misschien momenteel 20 euro waard, want dat is wel een microfoontje die je zo op deze gedemodeerde laptop kunt aansluiten. En aangezien dat we met vaak neurotische buren zitten tegenwoordig en met dunne, zuinige muurtjes moeten leven, hebben we natuurlijk dit nodig. Maar kijk, hoe eenvoudig het is, headphones, luidsprekertjes van 12 euro. Waarom? Omdat het echt ook mijn monitors zijn om te zien of mijn muziek op cheap gear ook nog overeind blijft. En deze laptop, ja, die gaan we gratis naar je kop gooien. Dus eigenlijk, electronic sounds, human voice, and in your mind you want to make it. Just do it, baby. Hey, buddy. Get it down. Well, yeah. I can't really talk to you. Hey, wish that get it down. You have to pay me a fucking million, you fucking hoes. Hey. Vele dichters kunnen we niet komen. Er was iemand die een solo LP maakte in 91 of zo. En dat schreef bij de credits. Thanks. Naar mij toe. For being as close as one can get. Dat is nu ook mijn bedoeling naar jou toe. Coming as close as one can get. Kusje hebben? Wil je kusje? Troost je. Je voelt je misschien shitty. Alleen. Hopeloos. Welke bijvoeglijke naamwoorden zijn er nog allemaal mogelijk? Kom je even mee in het donker? Kom
we gaan even naar de badkamer. Kom maar met me mee. Je was er net alleen, nu niet meer. Maar nu zijn we lekker in het donker. Kijk, hier zit niemand ons. Hier doen we lekker wat wij willen. Is nog niet scary, is nog niet eng. Kom maar eens even uit die badkamer. Het is toch wat donker, dus naar die keuken. Kom, hier die keuken. En nog een kusje hebben. Alsjeblieft, nog een kusje. Ja, een knuffelje. Dat gaat niet, want dan gaat die smartphone uit mijn handen vallen, hè. Dus welkom in mijn living, nog een vlieg, hè. Lekker close, we zijn lekker close. Kom maar, nu is het toch moeilijk voor jou. Hè? Nu is het toch moeilijk voor jou om je nog alleen te voelen, eenzamer. Jij bent even eenzaam als mij. We zitten beide in hetzelfde schuitje. Corona shit. November. Kort film Patrick de Meijer. Fijn dat je er weer bij bent. Hè? We moeten er samen door. Ja, maar heel veel verandert er voor mij eigenlijk niet. Stel je even voor. Stel je even voor dat jij mij bent. Voor mij verandert er niet zo heel veel. Men vertelt daarnet dat er zoveel mensen naar de bijstand halen, het OCMW. Dat de voedselbanken overbevolkt zijn. Dat er 1 miljoen mensen zijn die zichzelf geen weekje vakantie kunnen veroorloven. Dat wordt daarnet gezegd op televisie. 20 minuten geleden. Wel, dames en heren. Dit is mijn flat op het gelijkvloers. Buiten staat geen auto. Hier is weinig of geen luxe. Mocht je eens weten hoe vaak deze jongen al voedsel van de voedselbank naar binnen gewerkt heeft. Wat vind je van? Hoe is mijn uitzicht? Ça va? 57 jaar. Jaren aan een stuk is hier een schat van een vrouw geweest. We gaan geen namen noemen. Die mij gevoed heeft. Dankjewel, schatteke. Kusje. Maar nog, voor mij dus verandert er niet veel. Het is al zoveel jaren crisis. Het is surviving. Maar één leuze geldt nog elke dag. Zoals we 32 jaar geleden al zeiden. Don't want no job, baby. It's gonna kill me. I'm sorry. Don't blame me for that. Dus, alsjeblieft. Culpabiliseer me niet te veel. Love you. Hey, een van mijn hobby'tjes tijdens mijn kortfilms is... Doe je mee? Het heet... Tijdmachientje spelen. Tijdmachientje spelen? Ja, eventjes mijn telefoon anders houden. Heb je nog geen halsarmband of zo? Nu, een van mijn hobby's tijdens de kortfilmpjes zal zijn teletijdmachientje spelen. Doe je mee? Weet je wat dat is, teletijdmachientje spelen? Kom, ga gewoon eens met mij mee. Hier is het wel iets donkerder, maar dan kan je dus meespelen als je alleen bent. En je weet toch even niet wat doen. We kunnen gewoon lekker samen het spelen. De tijdmachientje. Oh, weet je wat? Kom gewoon met mij mee. We leggen ons in mijn improbed. He? Kijk, dit is mijn bed. Ben je er nog? Je moet niet bang zijn, hè, van mij. Jij bent daar. Dat oogcontact is nog niet evident. Hè? Dus jij bent daar. En je ziet mij hier. Liggen in mijn improbed. Kijk, een improbed. Zie je dat hier? Een kussen en dekens en toestanden van een tv'tje en zo. Maar nu dus de tijdmachine, aangezien we nu dus samen zijn en jij meemaakt wat hier gebeurt. Er zitten niet veel tanden in mijn mond, maar dat zijn we natuurlijk al gewoon zeker. Maar gezien als er tanden zullen zijn, zal mijn mond meer open gaan bij het praten misschien.
mijn hele verschijning sympathieker overkomen. In een nieuwe tijdmachine. Doe je ogen dicht zoals mijn ogen ook dicht zijn. Ja. Zijn ze dicht? Zijn je ogen dicht? Hallo? Kusje geven ondertussen? Nee, dit is geen homoseksueel. Het is gewoon iemand die graag kusjes geeft. Oké, we zijn in Nederland. Dit zijn coronatijden. We hebben dit nodig, mensen. Hallo, ben je er nog? Oké, schitterend. Tele tijdmachine spelen. Doe je ogen dicht. Nogmaals. Is niet moeilijk, hè? Maar je dan gewoon je ogen dicht doen. Ja. Oké, je ogen zijn dicht, de mijne ook. Stilte. Corona-stilte. Stilte van 2020. Muziek op de achtergrond. Oh ja, die ogen waren dicht. Zijn die ogen nu ook dicht? Dicht, hè? Ja. En nu beelden we ons in. Het is 2020. We beelden ons in dat het 2020 is, dus 2120. Het is even niet 2020, het is nu 2120. Hallo, 2120, zijn er nog mensen, kinder? Is het bij jullie nu 2120? Begrijpen jullie ons nog? Begrijpen jullie deze taal nog? Dit is Nederlands, dit wordt gesproken in Vlaanderen, Nederland. Mijn ogen zijn dicht omdat dit een beetje het spelletje ter tijdmachine is. Maar goed, 2120, hallo, hier zijn wij nu. Dit is, als jij dit filmpje nog kunt zien en als je dit nog begrijpt. Wij zitten hier in 2020, 100 jaar geleden, in een ingebeelde ter tijdmachine. Hoe is het daar? Is het nog een beetje oké? Okay? Wat doen jullie zo allemaal? Ja, hier is het... Dit is het interieur van 2020, een mens die op een sofa ligt en niet kan slapen, die slapeloos is. Slapen jullie nog? Hoe is het met de economie? Hoe zien jullie er een beetje uit? Ja, het is niet mogelijk om van hieruit te zien hoe dat jullie in 2120 er zullen uitzien, want het is nog een tijd. Maar het is dus perfect voor jullie mogelijk, als dit filmpje nog te vinden is, daar bij jullie, hoe het er hier aan toe gaat kijken. 2020, heel lang geleden, 100 jaar geleden, kijk, naar dit zitten wij te kijken. Vaak nog toch, een televisietoestel en de computer, dat is nog altijd toch wel de uitvinding, want wij zitten er 24/7 echt wel mee bezig, het staat overal. En het ligt in ons hand eigenlijk, het smartphone. Versta je die taal nog? Het jaar 2020. Misschien bent u mijn achterkleinkind of zo. Nee, zo hard gaat het niet gaan, nee. Maar misschien toch wel al, hè. Kijk, dankzij de wonderen der techniek kunnen wij met elkaar communiceren. Jij in 2120 en wij hier in 2020. Maar wat wij hier momenteel meemaken, is eigenlijk ook 2120. Want jij in 2120 die naar dit kijkt, jij kan nooit echt met mij in contact komen. Want de persoon die met jou nu spreekt, is al lang overleden. Waarschijnlijk de persoon die nu met jou contact probeert te hebben in 2120 is 90 jaar geleden overleden, dood. De persoon die nu praat met jou is helemaal dood, want wij spelen een tijdmachientje en het is 2120. Het is onmogelijk dat dit lichaam 2120 zal halen. Alhoewel, never say never. Bewoner van Moeder Aarde in het jaar 2120. Het is me hier wat, hè. We kunnen met elkaar geen contact hebben. Er is hier een gevaarlijke ziekte op de aarde die ons probeert te vellen. Maar met onze... Hé, wat is dat toch een leuk woord. Met onze alerte
anticiperende intelligentie als mens. Nu, laten we even guessen. Het is daar 2120. Jullie zien in de geschiedenisboeken wat wij hier meegemaakt hebben 100 jaar geleden. Het is natuurlijk al lang overwonnen. Maar wij hebben ons hier serieus laten opjutten door de media gek laten maken. Ook elkaar een beetje gek gemaakt. Zelfs ruzie gemaakt met de man in de nachtwinkel. Omdat hij voor de eerste keer in 15 jaar echt onvriendelijk was met mij. Zo gestresseerd in verband met die fucking corona. Kortfilmpjes met Patje. Het is me wat. Bedankt om de tijdmachine met mij te spelen. Het was nog maar een repetitie. We gaan dat in het vervolg nog veel beter doen. En waarschijnlijk, hopelijk ooit eens met tanden. See you, baby. Peter W. O. K. Peter W. O. K. Peter. Corona forza, 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 forza corona, forza corona, corona forza, corona forza, forza corona. Forza, forza corona, forza, forza corona, forza, Peter Buck, fatal error, forza corona, forza corona, fatal error, Peter Buck, forza corona, forza corona, patatas con salsichas. Salsichas, patatas con salsichas, salsichas con patatas. En die koffiezet begint serieus door te pruttelen. Er was beloofd aan super goede vriendin die hier onlangs een metamorfose gedaan heeft om het hier een beetje netjes te houden. Dus drie dingen tegelijkertijd kan een man zeker niet. Misschien twee. Let me try it. Deze koffie nu op de schouw zetten. Terwijl er gekrimpt wordt. Kikkeboe, hoezo. En er gepraat wordt. Ja, praat maar verder. Ja. Jij die nu kijkt naar deze gek. U kan mij niet veel zeggen, maar laat mij het wel in de veronderstelling gaan dat je wel in jezelf iets zegt nu, als je deze compleet gestoorde vanger bezig ziet. Die koffie is klaar. Mijn weekend imago was even verdwenen. Het is weekend. We hadden er niet veel zin in. Het is een kort film. Maar het is eentje totaal onvoorbereid. Zo. Het is weekend, het is chill. We proberen rustig te zijn. Zoals je misschien al gesnapt hebt, is mijn leeftijd 57. Hoe is het met jou, by the way, nu zo? Volg jij mijn filmpjes wel eens? Mocht je ze volgen, dan ken je of weet je al een en ander. Hoe is het met je? Ja. De antwoord is me niet direct duidelijk, maar mijn intentie om met jou even in contact te zijn, is er wel. En gewoon om gewoon weten hoe het met je gaat, dus is wel fijn. Hier is het Only the Lonely, solo all the time. Muziek is mijn heetste vriendin van heel mijn leven. Voor de rest, koffie maken. Ja, het is pure impro en moe zijn. Niet alle kortfilms zullen goed zijn.
Maar goed, kijk, laten we de camera hier even zetten. We gaan ook niet veel knippen. Kijk, hier hangt zelfs een elektriciteitsdraad. Goed punt moet het zijn. Nee, we zullen gewoon echt wel beginnen knoeien. Ik doe het zo de kok. Zo de kok, de Muppet Show of zo. Zijn we er nog? Ja, koffie, koffie. Gooi je die koffie maar eens ruiken, mensen. Die is zo heerlijk. Volgens mij heeft men synchroon met koffie het woord aroma uitgevonden of zoiets. Nu, die koffie moet niet in de machine. We zijn in de warm, man kan maar één ding tegelijkertijd, want de machine is al aan het pruttelen. We gaan ze niet tonen of zo, want dat gaat voor gigantische ongelukken zorgen. Meer licht, momentje. Luister naar de ambient sounds van een goede koffiezetapparaat. Ja, weekend, dames en heren, corona weekend. Nog steeds november 2020. Waar gaan we naartoe? Party hardy, tussen de oren in het hoofd. In reality, no party hardy. Hoe laat is het hier? Twintig voor één 's nachts. Deze ruimte, deze woonplaats. Is tijdloos, schatjes. Hier weet je het niet meer. Het enige wat je nog weet is dat je volgens de wetenschap je ergens bevindt in de Melkweg, waar zich ook nog andere planeten bevinden. Pluto zou geen planeet meer zijn. By the way, een van mijn exen heeft me dat wijsgemaakt. Nu, al babbelend, erin slagen van 2 minuten aan een stuk naar een lepeltje te zoeken. Dat is toch wel een kunst. Zijn we er nog? Onderbelicht. Maar still alive. Geïsoleerd. We worden allemaal vervreemde. Oh ja, hoe is het bij jou? Hoe is het bij jou? Met jouw paten zijn in mijn filmpjes, hè? Dit is gemeend. Laat maar weten. You know... Thinking of you, you know, be strong, you know, maybe you think I'm crazy, I don't care, maybe you put your middle finger up, I don't care, at least I tried to tell you that I'm also a human being, and you have my respect, see you, love you. Hey. De enige reden van deze filmpjes is uitwisselen. Uitwisselen van situaties, indrukken. Misschien kan iemand zich vereenzelvigen met deze filmpjes, misschien niet. Het is niet direct een tijdverdrijf, het is een wanhopige poging om in contact te treden met mijn medemens waarschijnlijk. In ieder geval hallo. Het is alweer... Een goed stuk in de nacht, ergens 4:15 of zo in het weekend, november. Maar het zou fijn zijn mocht ik dit cameraatje kunnen plaatsen hier, als je even meekomt. Ja. Hey, dit is dus echt zo, hallo, zie je me nog? Hoe is het met jou? Hier is het maar een beetje mono. Serious, ernst, nadenken, zelfreflectie. Zie je nog iets op mijn gezicht? Ja, ja. Dus gewoon, ja, jij bent daar, hè, en je ziet mij hier, en je ziet een van die Vlaamse mensen die helemaal alleen in een huisje zitten hier in Vlaanderen. Midden in de nacht, nadenkend om, over wat er allemaal rondom mij gebeurt, ook over het directe verleden, wat er in dit jaar 2020 allemaal is gebeurd. We gaan dat nu allemaal niet zitten vertellen, maar het spookt wel een paar uren door mijn hoofd. Het was mijn bedoeling wel, maar als je veel praat, dan verbruik je nogal wat speeksel. Maar even zo'n moment als koffie te drinken, ja. Cheers.
Nu, we benaderen geleidelijk aan einde jaar en het ziet er mij niet zo ambiance-achtig uit. Zo op het eerste zicht, wat vind jij er allemaal van? De vraag is, hoeveel mensen gaan zich weer echt wel niet aan de afgesproken deals of regeltjes houden? Voor mij geen enkel probleem, deze jongen verschuilt zich eigenlijk al een tijdje. Alsof er een intuïtie was dat er iets op komst ging komen of zo. Maar mijn aanpassingsvermogen hoeft niet groot te zijn, want deze kluizenaar leeft wel nu al een tijdje zo, eigenlijk al. Een half jaar, laten we zeggen, maar de break-up van mijn gezin. Mijn gezin is verdwenen enkele maanden geleden, nog echt niet zo lang. Het bloed stroomt nog van mijn rug, als het ware. De vraag is, waarom zijn er de laatste maanden zoveel break-ups geweest van gezinnen? Het is een beetje te vergelijken met de statistieken van corona. Waarom weten we nu zoveel meer, zijn er zoveel meer besmettingen gekend? En er is meer kennis, er is meer know-how, maar er wordt bijvoorbeeld veel meer getest. Er is iemand stokoud, die gaat iemand binnenkort sterven, maar toevallig krijgt hij nog even een besmetting op zich en wordt ook bij de corona-overledenen gerekend. Ja. Mijn hersenspinsel was gewoon mijn family break-up. Is in feite is gebeurd dit jaar. Heeft corona daarmee te maken? Veel mensen die overlijden, die ouder zijn, 70, 80, 90 jaar, die gepland waren van te overlijden dit jaar, maar door een of andere reden of test is er daar dat coronavirus bijgekomen, die mensen zijn in de statistieken overleden door corona. Dat is mijn vraag. Het lijkt wel of corona overal ingeslopen is. Is het de reden van mijn break-up? Is het echt de reden van zoveel overlijdens? Laten we zeggen dat corona is in ons leven gekomen en we zullen er een hele lange tijd rekening moeten mee houden. Ons vriendje zal het nooit worden, hè. Maar het heeft ons bewustzijn serieus ook aangetast en veranderd. En voor een stuk heeft het ons alert gemaakt en maakt het ons nog steeds elke seconde alerter over eigenlijk wat onze onmiddellijke medemens ons gelijk in no time kan aandoen. Hè? Oh jongens, dankjewel om naar al deze overloze zever te luisteren. Hoeveel hou ik van jullie? Ja toch? Kijk nogmaals, dit is geen al te slimme jongen, niet lang naar school geweest, verwacht hier geen hoge filosofische statements of zo, of denkwerk dat van hoog kwalitatief niveau is of zo. Dit is gewoon een mens, muzikantje, die tegen zichzelf zit te praten. Er zijn veel mensen die, als ze met zichzelf aan het praten zijn, vaak nogal snel gestigmatiseerd worden als un poco loco. Maar als je alleen bent, wie gaat mij komen vertellen, ben je een beetje poco loco? Die smartphone is nog niet zo ver gevorderd dat hij zijn middelvinger naar mij gaat uitsteken. Of met zijn pointvinger gaat doen van, hé, wat ben jij met mij aan het doen? Ben jij nu echt een beetje poco loco, man? Fatal error, fuck you. Nee, zover is het nog niet gevorderd. Natuurlijk, wat gaat de toekomst ons bieden met artificial intelligence en G5? See what happens, baby. Love you in any ways. Hey, men sluit ons allemaal op, hè. In cellen, in kooien, heb je het nog niet door?
degene naar wie jij nu zit te kijken, is ook zo eentje, hè? Opgesloten, zitten hier in mijn cel, hè? Niemand zien, hè? En als er dan eens iemand komt, is dat van, wow, een soortgenoot, kom hier, laat mij een knuffel geven. Hoeveel mensen zijn in een situatie van mij? Helemaal alleen? Bijvoorbeeld gescheiden, je kinderen zitten bij de vrouw met een nieuwe vriend. Of je bent gewoon single. Vroeger kon je nog eens iets gaan drinken, nog eens een straatchatje doen bij de local shop of zo, of whatever. Dat is dan allemaal gedaan. Je loopt allemaal met maskers als robots, bang van elkaar. Gehypnotiseerd door de media, bang gemaakt door de dassen en kostuums, hè, politiekers. Maar goed, de realiteit is, we zitten hier opgesloten in ons kot. We gaan niet buiten. S'nachts tussen 12 en 6 of 5 mag je zelfs op je eigen voetpad niet meer lopen. Hallo, jij in dezelfde shit als dan deze hier? Ja, kijk, join the club. Hier, zoals je het ondertussen al kent. Altijd hetzelfde optrekken. Een flatje op het gelijkvloer, zo kan je het zien, kijk. Klein plaatsje, hier gebeurt alles. Slapen. Die media op me laten afkomen, maar zelf ook terugsturen. En mensen, we hebben allemaal een smartphone. Er zijn er een paar die gek doen, zoals in deze hier. Hallo. En jullie kunnen het ook doen. Jullie hoeven niet bang te zijn. Die smartphone gaat jou niet bijten of jou niet verbaal aanvallen of zo. Je neemt dat ding vast, je houdt het voor je gezicht zoals nu. En je zegt ook iets. En als we allemaal iets zeggen, dan zullen we dan tenminste toch een beetje de indruk hebben dat we met elkaar een beetje in contact zijn en dat we op een of andere wijze communiceren. Zijn er nog vacatures voor, pastoor? Papa, ik mis je. Komt mijn zoon hier aan, constateert hij dat mijn hart niet meer klopt. Ja, toevallig een technisch probleempje. Hij is de enige die hier langskomt. Stel nu dat de media plots allemaal plat gevallen. Alle batterijen, alle harddisks, alle media liggen plat. En na verloop van tijd, na een aantal dagen, gaat mijn zoontje dan eens denken van, nou, hoe zou het dan met die oude man van mij nog zijn? En dan komt hij en dan constateert hij gewoon dat het hart niet meer klopt en dat vlees koud is. Nou, dat was een technisch probleempje. Maar het is dus niet nodig om je heel, heel, heel alleen te voelen. Je bent ervan overtuigd dat er heel veel, maar heel veel mensen op de wereld zijn die even eenzaam zijn als jij. Die goesting hebben om er een einde aan te maken. En die het niet doen zoals in deze niet. Nee, niet doen. Gewoon niet doen. Natuurlijk leven. Volgens de natuurlijke wetten van de manaal. En dat is leven en laten leven. Let's see what happens. En erover babbelen zoals nu. Voel je dus niet te slecht. Kijk eens hoe dichter kan hij. Dichter komen bij mij. Kan hij dichter komen bij jou. Kan ook niet. Kom maar gerust naar het scherm. Kom maar dichter. Welk scherm het ook is. Je moet er niet bang van zijn. Ik ben er niet echt. Dit is allemaal fucking fake. Dit is allemaal virtual. Maar kom maar. Wees dus niet bang. Let wel op, want grote schermen kunnen nog altijd wat static, electric naar je sturen, dus wees voorzichtig dat je daar geen shock krijgt of zo. Maar kijk, dus jij voelt je eenzaam, kom aan. Probeer je iets minder eenzaam te voelen. Kijk eens hoe close dat we nu zijn, kijk eens naar die mond. Ja, het gezicht is misschien niet mooi, maar het is wel een echt gezicht van Homo sapiens dat nu zo close mogelijk bij jou probeert te komen. Misschien is het wel gelukt. Dus begint die camera hier al in toe te trillen. Dat is een beetje speciaal, alsof je een hand gaat vallen. En dit zijn berichten die aankomen. Oké, maar nog eens, hè? Kijk eens hoe dicht. Het is echt mijn wens om zo dicht mogelijk bij jou te zijn. Om je misschien te behoeden voor wandaden die in je hoofd gaan spelen. Zoals die soms ook in mijn hoofd spelen. Demons, devils. Die mij eventueel zouden dingen laten doen die niet zo snuur zijn.
En waarvan de Sanderdaags denken, oh god, een geluk dat dat niet doorgegaan is. Wat waren dat een paar slechte momenten gisteren, hè? Dus, hoe slecht je momenten ook zijn, kijk eens hoe dicht we nu bij elkaar zijn. Doe dat niet. Zie jezelf eens wat graag. Go through the shit. Ga erdoor. Schud eens met je hoofd. En dan zie je, er is toch dat kleine piep, kleine lichtje achteraan in de tunnel. Glassy dreams. Papa, je lichaam werkt niet meer. Maar jij bent er nog. Je zal nooit weg zijn. Je bent helemaal in mij voor de rest van mijn leven. In mijn ziel, in mijn hart, in mijn lichaam, in mijn bloed. Jij gaat niet weg. Ik zie je, papa. Ik zie je graag, papa. Ik zie je in de hemel. En je krijgt een infinity knuffel van mij, schatkroon. Dag, papa. Dankzij jou ben ik hier. Dankzij jou ben ik iets. Dankzij jou ben ik iemand. Dankzij jou, papa. Liefde, schat. Je zegt dat je me graag ziet, dat je zo van me houdt, dat is fijn. Kan je, ja, het is wel zondag, maar kan je even de veranda kuisen en opruimen? Lukt dat? Liefde, schat. Liefde is mooi. Kijk, die keuken is echt wel een rommeltje. En mocht je tegen vanavond die living klaar krijgen, als hij een beetje spik en span is, hij is oké. Okay. Doordat we dit vanavond lekker kunnen van likken. Every inch, schatje. Even alles proper opruimen. Ja, er staat al 3 jaar geen bril op mijn neus, dus... En aangezien dit echt wel mijn cockpitje is hier, laat me je de minst chockerende delen van de plaats tonen. Dat was misschien nog net te doen. Hallo, hallo, ben je daar nog? Ja, ja, dat was misschien nog net te doen. De rolluiken zijn naar beneden. Maar gewoon dit even kuisen, schat. Je houdt van me, zeg je. Je ziet me zo graag. De eerste verdieping, die kan je morgen doen. Want ja, daar is ook nog wel wat werk aan. Maar als we het vandaag kunnen houden op de living, hè, schat. Liefde, schat, je ziet me graag. Badkamer, ja, dat mag ook nog wel. Laten we zeggen, gewoon heel de beneden verdieping, oké? Okay? Ja, dat is lief dan. Hé, schatteke? Liefde, was dit dan een act van een eenvoudige, dominante man? We zijn van Aalst, hè? Van Aalst, Oost-Vlaanderen, België. Van Aalst zijn we. Ja. Een stadje, 80.000 inwoners. En einde 88. Oh ja, muziek heeft altijd een heel belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. Ja, ja. En in 88, einde 88, 89, is er hier met een maat van mij, ook een muzikant, een nummerje gemaakt. Op een zolderkamertje, een home studiotje, in een home studiotje. In het centrum hier van het stadje, met een maat van mij een nummertje gemaakt en dat nummertje stond enkele maanden later, een maand of 3 later, nummer 2 in Amerika. Een dansplaatje zo gemaakt met vooral elektronische instrumenten, eigenlijk 100% elektronisch. Elektrisch elektronisch instrument en een zangeresje. Die ook zong op zo'n ritmische manier met weinig toon. In de volksmond heet men dat rappen. Rappen, ja. Maar ze zong ook wel een beetje. We hebben dat nummertje samengesteld. En dat is gewoon, ja, een bom geworden over heel de wereld. Ja. Als je kijkt naar sociale media, bijvoorbeeld naar een medium zoals YouTube, dan zie je dat dat nummertje dat we toen gemaakt hebben, 200 miljoen keer bekeken is al. Dat is niet zo slecht, hè. Dus mensen... Mocht er mij iemand vinden, die ergens in het huis. Hallo, hoe is het met jou? Dus mocht het zo zijn dat je mij hier vindt.
Ergens, in een hoekje, op een kantje, een stuk van een zetel op de rand van het bed, over de televisie gevallen, mijn laatste hartslag. Mocht er iemand me vinden, kuis me goed op. Opgeruimd staat netjes. Ja, het einde nadert één keer, echt. En een mens weet nooit wanneer dat laatste moment er is en hoe je dat zal meemaken. En hoe je medemens zal tot de constatering komen dat het einde van je leven er is. Dus nogmaals, mocht u mij vinden, eender wie je bent. Dit waren dus mijn laatste momenten. Zittend op een aantal kussens in een hoek van de kamer. Niet wetende wat mijn toekomst zal brengen. Net zo min als dat jij weet wat uw toekomst of de algemene toekomst van de mens zal betekenen in de near future. Dit zal het ongeveer zo'n beetje zijn voor vandaag, liefste schattenbouten allemaal van heel de wereld. I love you so much. Men heeft het mij in de tijd genoeg onder mijn neus geduwd. We deden het in studio's en discotheken. Het is bucht. Het is troep. Je moet er niet mee beginnen om dat nu al te weten en te beseffen. En het begint met een C. In Aalst zegt men kloddend. In anyways, bij mij is het al lange tijd gedaan met die troep. Het is een nieuwe gewoonte geworden. Leven zonder H-A-R-D, D-R-U-G-S, voor de goede verstaanders. Toch, op alle regeltjes zijn uitzonderingen. Maar vandaag was het weer zo'n verschrikkelijke dag, zo'n pijnlijke dag. Dat er een uitzondering gemaakt is vandaag, jawel, ja. Het is een weekend, het is het einde van het jaar. Het zal de eerste keer zijn dit jaar. En in mijn kortfilms zitten er gelukkig ook nog grapjes. Dus geen C meer in mijn leven, het is gedaan met die C. Dat was goed voor de latere clubs. En voor die producers die echt niet konden stoppen met beats te programmeren. Dat is ook gedaan. Maar toch, vanavond dus één uitzondering op de regel. Normaal gezien is er geen C meer in mijn leven en ook niet in mijn lijf. Maar sorry voor die één uitzondering vanavond. U mag het zien. Het zal ook bij deze één keer blijven, bij deze één portie blijven. Het vlees is zwak op vele gebieden. U mag het zien, maar... Sorry, één keer voor dit jaar, een uitzondering voor. Vanavond gaat er echt wel C in mijn lijf. Het was lang geleden, schatje. Ik miste je. Dominant en duil. Meerdervoort, narcist. Dominant en duil. Meerdervoort, narcist. Dominant. Wel, leerkort, narcist, dominant. Wel, leerkort, narcist, dominant. Rebel, ga leerkort, ga narcist. Rebel, ga dominant. Ga leerkort, ga narcist. Hebel, dominant. Ik ben vies van haar, bah. Het dominant, leerkort, bah, leerkort. Het is wel best schand op te zijn. Hé, weet jullie man hoe laat dat is? Dat is nou een leuk plaatje, dat is. Ja, met mijn zoon Igor. Met je keet schoppen. Ik moet denk ik al vijf uur zijn. Wat voor een donkere, mistige toestand is dat buiten.
Dat lijkt het mij binnen nog een beetje beter, brothers en sisters. Kijk eens hier, hier staat de beste, hier staat de mooiste. Degene die het meest verstand heeft van alles. De slimste. Jullie kunnen alles zeggen wat jullie willen, maar jullie zijn ernaast. Hier is de mooiste. Hier is de beste. Hier is de slimste. Zijn dit geen trekjes van een eenvoudige narcist? Een mooi en lelijk bestaan niet. Voor de ene ben je heel moeilijk. Mooi. En voor de andere ben je aardslelijk. Mooi en lelijk bestaan niet. Net zoals goed en kwaad ook niet bestaat, goed en slecht. Voor de ene mens ben je goed en doe je goede dingen. En voor de andere ben je een slechterik, een klootzak, een smeerlap. Dus goed en slecht bestaat ook niet. Zijn dat niet de woorden van een eenvoudige psychopaat? Papa, ik mis je. Men zegt wel eens, je hebt een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, kan wel. Hoeveel zelfvertrouwen heb je als je zoiets ziet? Hoeveel zelfvertrouwen heb je als je niet weet of je over 5 seconden gaat doodvallen of blijven leven? Rotdag vandaag. Complete rotdag. Ruzie met een vriendin. Een van mijn exen gezien. En geschrokken hoe onaangenaam het zicht was. Mijn dochter 24/7 missen, dat is nu al 3 weken dat we elkaar niet gezien hebben, dat is keihard. De eenzaamheid, die word je niet gewoon, maar er is eenzaamheid zonder stress of onaangename emotionele gewaarwordingen. Dat is zo'n latent gevoel, passieve eenzaamheid. Kan je ergens nog mee leven. Maar als daarbij dan nog emotionele troubles komen, problemen met je vriendin, bijvoorbeeld je een hele dag vragen stellen, is er een relatie in mijn leven? Ja, met wie? Met mijn poes of met dat andere meisje? Of ja, vragen stellen. Mensen die beweren van, hey, ik zie je graag. Ik ben jouw vriendin. Ik ben jouw toekomstige vrouw. Ik zal de woman beside you zijn, achter je zijn, alles voor je betekenen. Dat zijn dingen die mensen je vertellen en je neemt dat op het moment zelf, brengt je dat zelfs in euforie. Je bent daar dankbaar voor, maar eens dat geluid weg hebt, dan heb je zoiets van, ja oké, goed, allemaal mooi, goed en lief. Maar ondertussen is die realiteit er 24/7, totally alone. Dat is nu al de 2e week terug, maar dan spreken we over totally alone, hè, 100%, dat je echt niemand ziet. En als je een kassier met een plastic bord ertussen een ontmoeting noemt, ja, dat is moeilijk, hè. Dus mijn zoon is hier even 1,5 uur geweest. Dat was 1,5 uur genieten van het papa-zoongevoel ook. Maar ook gewoon een ander soortgenoot die bij mij is. En dan is dat nog helemaal mijn eigen zoon. Dus dat was echt een feestje voor mij van 1,5 uur. De gewaarwordingen op dat moment, hè. Maar dat was ongeveer... Dat was het ongeveer in 14 dagen tijd. Goh, zit deze mensen weer te zagen tegen. Shut up, man. En het geëaculeerde zaad na de masturbatie ruikt zuurig. Ja, mijn hand was ermee. Ondertussen is het al 2 minuten achter de rug, de kam. Mijn kams zijn vaak echt grappig, de klanken ervan, hè. De ritmische stoten en zo. En het is al een tijdje mijn bedoeling om mijn kams na onanie op te nemen. Niet met beeld natuurlijk, hè. Enkel sound. Ze hebben Frank Zappa nog in de gevangenis gestoken omdat hij geluiden als achtergrond gebruikte.
van genietende vrouwen en mannen als achtergrond produceerde voor een film. Daarvoor hebben ze hem komen halen, zijn ze hem komen halen in zijn studio en hebben ze hem een paar maanden of toch enkele weken in de gevangenis gestopt, de jaren 60. Dus nu zijn we 2020. Het geluid van mannelijke komst, mijn mannelijke komst, dus mijn mannelijke orgasmes, die geluiden ervan, die zeg maar, altijd weer, als het te laat is, dan komt het in me op. Nou, een beetje moe, het is 8:45 in de ochtend. Mijn dochtertje zit nu voor enkele minuten op de schoolbanken. En mijn persoon is verkleind tot een mini Patrickje. En mijn verbeelding zit nu op haar schoudertje, haar kusje gevend aan haar oortje. Een beetje goede moed geven, want het is nog vroeg. Het was slecht weer om erdoor te stappen daarnet, maar ze is niet alleen. Er zijn er nog vriendjes en vriendinnetjes en de meester. Zou het wel cool maken. Heb 10 jaar iemand gekend. Die regelmatig ging neuken. Met vreemde mannen. Om de duur heeft me dat zo'n dégoût gegeven. Dat mijn zin in seks een serieuze deuk gegeven heeft. Al de vreemdgangen die door mij zijn verwerkt tijdens die relatie zijn zo krachtig en verbeeldingrijk en pijnlijk geweest dat mijn appetijt naar pussy in plaats van er een gezonde zin in te hebben is er stilaan een soort afkeer aan het groeien. En dat mag serieus is van koers veranderen. Dat was een stukje uit een videoclipje van PDM Low Rider, geïnspireerd op een nummer van War uit 1975. Ook Low Rider heette met een onvoorstelbaar lekkere groovy beat. Maar mijn Low Rider heeft er niets mee te maken, maar het zit al decennia in mijn hoofd van eventueel met die gimmick Low Rider ooit eens iets te doen. Kijk, en het heeft toch zo'n 35 jaar geduurd eer er ooit een lowrider van PDM is verschenen op Moeder Aarde. Kijk, dit is een clipje vanuit juni. Er was een papiertje in de keukentafel. Hersenspinsels, emotionele expressies van een van mijn exen. Die zich afvroeg. Ziet die man, die jongen me eigenlijk graag, die hier bij mij woont? Binnen de 24 uur was er een antwoord. Does he love me? Ja, zoiets. Ja, nee, of toch misschien beter het cameraatje zo houden, kijk. Thank you.
Por favor, I love you. Fuck the world, I love the world. 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 Fuck a fuck a fuck a fuck a fuck a the world. Love, 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 love the world. Fuck, 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 fuck the world. Love, love, love you all. Fuck, fuck, fuck you all. Love, 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 love the world. Fuck the world. Love. Fuck the world. Love. Fuck, fuck, fuck. Love is the only answer, answer. Natuurlijk is er veel verbeelding in mijn hoofd. Als je soms eens naar tv kijkt, dan kan het wel eens zijn dat je iets sensueels ziet. Makers van tv richten zich soms speciaal naar de man en zijn testosteron en zijn libido. Maar goed, mijn libido is verzwakt de laatste jaren. Maar toch, het doet je nog wel iets. En je ogen gaan dan dicht en je denkt dan wel eens aan een koppel mooie borsten. Maar een kontje. Waar je eigen kinderen zijn opgegroeid. En die komt dan plotseling in je gedachten als een flash. Een flash. De poepen en het systeem waar je kind in is geboren. Daar komt de flash weer. Wat zijn we toch gekke wezens. Jullie mogen mij definiëren zoals jullie willen. Zijn er die mij nu aan het uitlachen zijn? Zijn er die mij aan het verbijten zijn? Die de middelvinger opsteken aan mij? Die misschien wel iets naar hun scherm gooien? Of die helemaal hun toestel doorspoelen in het toilet? WTF. Dus dat kontje zit in mijn gedachten. Can't help it. Am I normal? Am I not normal? Am I social? Am I a social? Am I a sociopath? Anyway, this is Groovy Music. En dit was een tussendoor verhaaltje over het kontje en het systeempje waar mijn kindje ingegroeid is vanaf nul tot een mens. Alles erop en eraan. En ook nog een hele mooie, intelligente mens. En dat kontje wordt nu geleased, verhuurd aan de vreemde mens. Die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Want dat is het systeempje, het kontje, waar het kindje van mama en papa in geboren is, in geprojecteerd is, gewenst was. Een mooie zwangerschap gekregen heeft daar. En dat wordt nu ten volle geëtaleerd en tentoongespreid. Het heb ik geschikking gesteld van iemand die daar niets, maar dan ook niets mee te maken heeft. Wat een wereld, wat een leven. I'm from Barcelona. Of je nu het rolluik omhoog doet of niet, maakt niet zoveel uit, brothers en sisters. Nu mocht het interesseren onze keetschopperij. Fatal error. This is Belgium. Bestaat nu al 32 jaar en een half. En mijn zoon Igor is geleidelijk aan. En wat maakt mij dat blij? Fatal error aan het overnemen. In de toekomst zal hij de grote directeur zijn. Niemand moet tegen mij komen zeggen wat dat er mij te doen staat. Iemand anders krijgt dat ook niet te horen van mij. Het is december 2020. En wist u dat het sinds november 2017 geleden is dat er nog één drup alcoholisch vocht in mij is geweest? Dus dat is dus al 3 jaar en 1 maand.
Er was een weddingschap met iemand. Een ex van mij alweer. We gaan 5 jaar stoppen. En er is nu 3 jaar en 1 maand achter terug. Dus 37 maanden van de 60ste achter terug. Ja, we zijn er nog enkele te gaan, toch. Ja, dan gaan we even doorbijten dan. En op de duur ga je zeggen, kijk, dit is vrijheid. Het is wel helemaal alleen zijn, maar het is ook helemaal je zin doen. Je eigen ritme bepalen. Slapen zolang je wilt. Gaan slapen wanneer je wilt. Eten wat wanneer je wilt. Dat is een vrijheid. Je betaalt alleen voor jezelf. En dat is natuurlijk het hoogstandje van vandaag, van de technologie en van de communicatie. Je gaat naar een van de toestellen die er zijn, ja, naar een sociaal media netwerk. Je bent gelijk in no time in contact met heel de wereld. Gekke tijden, dit zijn coronatijden. We zijn heel eenzaam, maar als eenzame die heel lang alleen is, krijg je soms kleine crisisjes. Op dat moment kan je die crisisjes niet beschrijven, want je kan ze alleen maar hebben als je alleen, heel alleen bent, wetende dat er echt niemand is. Dus eigenlijk kan er nooit een getuige zijn van die crisisjes. Maar het is mijn bedoeling om ze eens op te nemen. Maar goed, als je door die crisisjes heen bent, dan op een bepaald moment kom je in een andere fase, een aanvaardingsfase, en zeg je van kijk, dat is het nu. Hiermee moeten we doen. Dus als het nu echt nodig is, nu binnen 15 minuten een mens te zien, dan kan dat. Je moet maar de dienst te gaan oproepen. Maar het beste plan volgens mij momenteel is me in mijn eigen situatie stellen. Bij mij instellen gewoon. Accepteren. Dit hart klopt verder. Het lichaam blijft verder dwalen over moeder aarde. Mezelf proberen te respecteren en jullie ook. Dank je. 57 jaar zijnde. Er zijn al veel vrienden van mij overleden. Omwille van verschillende oorzaken. Ziek worden. Te verslaafd zijn. Ongeval, vermoord, gewoon doodvallen. Het is altijd pijnlijk als er iemand uit je naaste omgeving naar de infinity gaat. Maar tijdens je leven ben je vaak verwonderd hoeveel echte vrienden je hebt. Dus vraag je je af, als je dood bent, of dat verdriet echt wel echt is dan, hè? Niet waar? Wauw, dat was smal hoor. Een keer op het toilet zitten kan ook gezellig zijn, door ik een moeder. Weet je wel? Wie durft dat filmen? Wie durft dat zeggen? Sigmund Freud, die had het erover. Persoon! Diep en krachtig met die spieren aan. Ja. Eigenlijk zijn dat wel krachtige spieren. Ja. God, jongens. Maar eerlijker kan hij niet, hè? Je zegt een man die zit, hè? Die zit te kachen, hè? Nou. Oh, Jezus. Het geeft me hier een... Ik dat geloof niet, dat net gewoon met smartphone opzetten. En op een gemanipuleerde wijze lid geworden van een datingsite, zonder naar te vragen. Zowel om privacy reden even de naam niet noemen. Dit is toch een gezellig toilet, dames en heren. Namelijk, is het toilet lekker te... Ondertussen in mijn rechteroor lekkere stuubruur. Geluk dat het geen muziek is. Of er waren hier auteursrechtelijke YouTube-problemen. Goedenavond allemaal. Beter met
gezicht houden, meer met die spieren, maar onder een beetje werken, maar zo gaat het niet lukken hoor. Met alle aandacht, oraal, verbaal. Het leven zoals het is, met PDM. Fatal error. Het is ook mijn plek bij uitstek om mezelf psychisch te verrijken. Zoals u ziet, prachtige magazine. Dit is een special over de birds. Hier ziet u een foto met respectievelijk Crosby, Hillman, McGuinn, Gene Clark en Michael Clark. Klein stukje uit het artikel. Preparing and writing time between also allowed Hillman to fully confront the subject of his father. Dag lieve mensen. Hier is een producer, muzikant. Hij heeft daarnet met zijn dochtertje getelefoneerd. We luisteren naar zijn muziek op de achtergrond. Dit is een kunstwerk van mijn dochtertje. Heel dicht bij mij. Sound komt van links. En de producer heeft zichzelf iets klaargemaakt vanavond om te eten. Pasta bollo. Luister wat je make it, baby. Lieve schatjes, ga u niet te zwaar gaan tillen aan mijn filmpjes. Het is en blijft animatie, met veel humor en craziness, ook soms wel wat psychiatrie en misschien soms wel een beetje cryptische toestanden, maar het hoort erbij. Relativeer en take it easy. As proud as a daddy can be, Moony Pop, I love you till the end of time, Sugar Pop. Mijn leven was een leven vol met poverty, maar er is geleefd geweest, ja. Er is heel veel muziek gemaakt. En de meeste mensen, ja, egoïstisch, genetisch, egoïstisch, egocentrische, bange mensen, hebben de meeste, 90% van degenen die met mij gewerkt hebben, hebben met mij een kluitje in het riet gestoken. En het is eigen aan de mamaal, aan het zoog, die mens dat hij steelt. En de straffen voor een dief zijn eigenlijk niet zo ongelooflijk zwaar, als je eens bekijkt, hè. Het zit in allen van ons en het wordt er bij de opvoeding echt niet zo goed uitgefilterd. Wij blijven zoogdieren, wij blijven egoïsten, wij blijven dieven. Wie durft er eerlijk toegeven? Oké, hier is er iemand die het eerlijk wil toegeven. Hier is een zoogdier. Ik ben egoïstisch, ik ben een dief. Wie durft dat zeggen? Ik ben egoïstisch, ik ben een dief. Ik ben egoïstisch, ik ben een dief. Wie durft het zeggen? Wie durft het zeggen? Bekentenis. Wie ontkent? Wie geeft toe, wie bekent. What the fuck? Het is zo. Heel mijn leven is dat aan de lijve ondervonden. Geen culpabilisering naar iemand toe. Anonimiteit, respect en privacy gewaarborgd bij deze. Maar de mens is een dief. En een schijnheiligheid, hypocrisie, gratis op de markt, elke zaterdagmorgen. Overal te verkrijgen. Een backstabber. Een huichelaar, whatever. Pff, er komen niet genoeg woorden in mijn hoofd nu. Huichelaar, whatever. Pff, er komen niet genoeg woorden in mijn hoofd nu.